de Kluis wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Thomas en Stefan moeten deze zwaar beveiligde locatie met hun leven verdedigen. Hier bevindt zich namelijk de kluis. Iedere aflevering waagt een team van 3 bekende Nederlanders zich aan de uitdaging om de kluis te kraken en er met de enorme buit vandoor te gaan. Lukt het de overvallers om Team Stuk te slim af te zijn, het goud te vinden en heel huid het terrein met buitenal te verlaten? Verspreid over deze locatie staan 4 kluizen. Slechts 1 van de kluizen is gevuld met een zeer waardevolle lading goudstaven. Maar het goud wordt uit veiligheidsredenen regelmatig verplaatst. Voor beide teams dus onbekend in welke kluis de buit zich bevindt. De overvallers winnen wanneer ze meer dan de helft van de inhoud van de kluis buiten de muren van de locatie weten te krijgen. Team Stuk mag dit voor iedereen toegankelijke terrein, namelijk niet verlaten. Naast de inhoud van de kluis is er voor de overvallers nog een interessant object te bemachtigen. Deze diamant vertegenwoordigt een waarde van 15 goudstaven. Maar om deze te pakken, moeten de overvallers wel vlak langs de control room van Team Stuk. Deze bewakers zijn gemachtigd om indringers die niet willen meewerken uit te schakelen met hun wapens. Niet schieten, niet schieten! Als een overvaller wordt geraakt door een rubberen kogel, dan wordt hij gevangen genomen. Maar wanneer Giel, Thomas of Stefan wordt getroffen, dan ligt hij uit het spel. De boys moeten dus 10 dagen lang continu op hun hoede zijn. 8 teams van overvallers zullen een poging wagen om de kluis te kraken. Niemand weet wie er gaan komen of wanneer men gaat toeslaan. De inzet is hoog. Voor het winnende team stelt de Nationale Postcode Loterij iedere aflevering 10.000 euro beschikbaar. Te doneren aan het goede doel. Dit is de kluis. We hebben dus 4 kluizen. Die moeten we gaan beschermen. Deze locatie is zo groot, jongens. Dit wordt echt heel erg lastig. De jongens verkennen de locatie en ontdekken dat er voor de overvallers vele manieren zijn om binnen te komen. Ja, deze poort is waarschijnlijk altijd open. We geven hier rondleidingen en zo, toch? Ja. De mannen zullen dus goed met elkaar moeten communiceren. Laten we spreken, dit is kluis A. Want dit is vleugel A. En voor de overvallers zijn er nog enkele handige hulpmiddelen op deze locatie. Deze is vies. Ik denk dat als we dit doorknippen, dat wij geen beeld meer hebben. Hangt hier een porto? Hangt hier een porto? Ah, dat is smerig. Dit is dezelfde porto's die wij hebben. En er hangt een plattegrond, waarmee alleen de overvallers de kluis met het goud kunnen achterhalen. Wat, ligt daar een wapen ergens? Nee. Nummer 3. Ja, ik ben verdwaald. Oh. Hey, nummer 4. De boys sluiten hun tour af bij de controlekamer, waar ze de bewakingscamera's kunnen monitoren. Wauw, dit is wel sick, hè? Kijk, hier hebben we dus alle camera's van het hele gebied. Nou, Giel, kom even zitten. Oké, we moeten een plan hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat we in shifts gaan werken. Wij moeten 24 uur per dag die kluis in de gaten houden. Oké, shotgun, niet de ochtenddienst. Ja. Gast, wat is dit nou? Zo werkt dit toch niet? Je moet toch dingen overleggen? Ik kan niet zo, oh, joh. Het is te hopen dat Giel, Thomas en Stefan de voor hun nog onbekende locatie snel onder controle krijgen. Want iets verder, in een geheime bunker, komt een team van topcriminelen samen om de kraak van hun leven voor te bereiden. We hebben alles hier. Play. Deze moeten we gaan playen. Beste overvallers, in deze ruimte vind je alles wat er nodig is om de kluis te kraken. Plattegronden en foto's, communicatiehulpmiddelen en tools. Maar ook een code die in combinatie met de plattegrond die je op de locatie kunt vinden, jullie vertelt welke kluis de buit bevat. Jullie krijgen 1 uur de tijd om je voor te bereiden. Oh, en vergeet de kopieën van de kluissleutels niet mee te nemen, hè. Succes. Dit zijn kopieën van de sleutels van de kluis. Hè? Dat zijn ze. Ik ben zo'n goede overvaller, wil je niet weten. Ik trek al die kluizen leeg. Ik hou van puzzelen, dingen oplossen, dus ik denk dat ik gewoon... Ja, alle goudstaven wegtrek. Dus hier, die camera staat zo op de hoofdingang gericht. Ik heb er zin in, alhoewel ik geen idee heb wat me echt boven het hoofd hangt. Ja, maar hoe komen we hier nou ongezien binnen? Ik doe mee aan de kluis omdat ik gewoon James Bond wil zijn. Ik hou van het sluipen, alles undercover doen, maar toch wel altijd stijlvol. Tycho, Caroline en Valerio zijn begonnen met de voorbereiding van hun perfecte overval. Wanneer Team Stuk, niets vermoedend, elkaar nog wat stylingtips geeft. Hoe zien we eruit, jongens? Het ziet er super chill uit, toch? Okay, dit soort het is, Braziliaanse danseres ben ik nu. Thomas en Stefan hebben de eerste shift.
en beginnen met het bewaken van de locatie. Oké, kluis A, check. Check, camerabewaking, check. Want de grond hangt ook nog steeds. La, 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 la. Ik hou alle kamers goed in de gaten. Ja, dit rondje moeten we dus echt 100 keer op een dag gaan lopen om alles een beetje te checken. Oké, kluis 3, check. Als je zo loopt, dan check je alle ingangen. Portofoon, check. Dus als je daar niks ziet, dan is de rest van het gebouw in principe ook veilig, denk ik. Kluis 3, check. Kun je dat één keer herhalen over? Nogmaals, check. Check. 3 uur lang naar een paar schermen zitten staren. Dit is echt zo saai. Ik zou maar blijven opletten, Stefan. Want de overvallers zijn ondertussen hun voorbereiding aan het afronden. Eerst even kijken. We kunnen aankoppelen en dan kunnen wij even zien wat zij aan het doen zijn. Moet niet vergeten, we doen dit voor een goed doel, hè? Ja. Ik krijg al helemaal een warm gevoel van binnen. Ik wil hem echt winnen. Stuk, you're gonna die, man. Met deze bus voorzien van videoschermen gaat onze bende van ellende op weg naar de plek waar ze de videoverbinding van Team Stuk kunnen aftappen. We kunnen aankoppelen en dan kunnen wij even zien wat zij aan het doen zijn. Zij weten niet dat wij hun zien. Tycho, we zijn te plaatsen. Oh, sorry. Ik was maar aan het focussen op de kabel. Hier, kunnen we die inpluggen ergens? Deze kabel is een directe lijn van de bewakingscamera's van Team Stuk. Maar zodra de overvallers deze aftappen, start de klok en begint het spel. Kijk. Eén. Hier, dit is Giel volgens mij. Ja? Giel zit achter de knop. Caroline, Tycho en Valerio nemen rustig de tijd om alles te observeren. Hier, loopt er nog één. Ze doen rondjes. Ze lopen rondjes over de stand. Alleen maar rondjes. Hij zit nu in een vertrek. Kluis C, check. Check, over. Thomas die zit lekker in de chillruimte. Team Stuk is al enige tijd aan het patrouilleren, maar hij heeft nog niets verdachts gezien. De ingang is hier om de hoek. Kluis, check. Stel, jij blijft in de bus en wij brengen jou die porto. Dan kan jij ons hier... Sturen. De rolverdeling was dat Caroline hield het overzicht. Zij was echt de moeder. Tycho was de ADHD'er die zei, kom op, we gaan. Hij wilde als een tank het pand bestormen. Het was een prima rolverdeling. Het vrouwtje daar, de mannen daar. Kluis B, check. Check, Stefan, er komen een hoop mensen binnen. Een groep bezoekers heeft de aandacht van de jongens. Ik ga kijken, over. Het perfecte moment voor de overvallers om hun eerste move te maken. Zullen we het gaan doen? Ja, laten we maar proberen, man. Gaan we het risico lopen dan? Ja. Ik bedoel, ik heb geld in de peermeter gegooid. Dus... Ja. Tycho en Valerio gaan proberen om ongezien binnen te komen. In de hoop dat ze de portofoon kunnen bemachtigen. Check. Check. Caroline, wij wachten even bij de ingang. En we, als je ons ziet, meteen zeggen, want dan weten we welke camera's wel en niet mee. Lekker kipsatijtje. Kluis C, check. We moeten bij elkaar in de buurt blijven. Want zij zijn alleen maar alleen, dus er kan er altijd eentje rennen. Als we met z'n tweeën zijn, is er altijd eentje veilig. Als je in je eentje bent, word je ook gepakt. Komt dit over als een goed plan? Of lijkt het zo dat we maar wat doen? Wapendepot, check. Check, over. Kluis is check. Check, over. Holy shit. Jongens, dit is geen oefening. Iedereen standby. Er zit iemand in sectie B. Ik heb hem net gezien. Wat moet ik doen? Oké, check. Thomas, terugkomen. Over. Waar precies? Waar is die fucking trap?
veel contact gehad. Ze zijn binnen. Ik weet niet hoeveel. Als je hoort het aanduiden. Kut man, ze zijn binnen. Fuck! Thomas, ga naar sector B. Sector B. Wees voorzichtig, ik weet niet of ze gewapend zijn. Ze zijn 100% binnen, dus geen oefening. Valerio heeft de plattegrond met de coördinaten van de kluis weten te bereiken. Geen visueel contact. Maar hij krijgt niet veel tijd om er goed naar te kijken. Ik ben onderweg. Ja, ik loop nu richting de ingang bij sector B. Tigo en Valerio zitten verstopt. Maar zowel Thomas als Stefan zijn naar ze op zoek. Valerio probeert een veiligere plek op te zoeken. Thomas, we zijn bij de hoofdingang staan. Zorg ik dat we daarin komen. Staan blijven. Ik heb een wapen en ik ben niet bang om hem te gebruiken. Als je me hoort, staan blijven. Jongens, ik ga even de kluis checken. Een moment. Kluis B, check. Dit is zo vervelend. Caroline, Valerio zit boven in de val. Die wordt misschien opgepakt. Ik ben veilig, Caroline. Giel, zie je iets? Nee, het is echt verdacht stil op de beelden. Over. Ik denk dat ik één iemand naar binnen heb zien staan. Ja, ik sta nu beneden in sector B. Ik hoor iets. Ik heb een wapen en we zijn niet bang om te gebruiken. Als je dit hoort, hand in de lucht en stilstaan. Hand omhoog. Trek je wapen maar. Nee, er is hier niemand. Portofoon is weg. Portofoon is weg, over. Portofoon is weg. Jongens, portofoon is weg, over. Laten we dus het contact minimaal houden. Oké, de kaart hangt er nog, maar er is wel aangezeten. Ik moet erin. Hier heb je iets. Visueel contact, staan blijven. Staan blijven! Thomas en Stefan zijn Valerio kwijtgeraakt, die op dit moment zijn weg naar de uitgang vindt. Peter! Heb je hem? Ik heb de porto. Oh, wat sexy! Thomas, hierheen komen. Ja, ik loop via de andere kant. Die portofoon is weg, jongens. Staat hij aan? Jongens, ik heb een portofoon gestolen. Hoe kan dat nou? Ze hebben die fucking porto. We zijn maar beneden, man. Volg mij. Ik ga via beneden, jij gaat via boven. Okay? Laten ze me even 20 minuutjes nu helemaal in de war. Oké, jongens, vergeet niet dat ze een porto hebben. Ze kunnen ons horen. Ja. Zoveel mogelijk porto stilte. Team Stuk heeft de eerste aanval overleefd. Hey, maar zij hebben de kluizen andere namen gegeven. De overvallers krijgen extra info binnen via de portofoon. Maar Valerio heeft in zijn haast de plattegrond, met daarop de coördinaten van de kluis met het goud, niet goed in zich op kunnen nemen. Ze besluiten om terug te gaan. Jij weet waar die coördinaten liggen, is het ver? Waar de portofoon hing, één kamer daarnaast. Wil jij hem doen, heer? Ja, want ik ben er geweest. Ja. Ik heb het gevoel dat ze nu binnen zijn, dus ja. Kluis, check. Check. Het is wel heel stil bij B. Maak maar gewoon een rondje af, Giel. Ik zie er weer eentje. Ze zijn nog in het gebouw. Shit!
fuck? Kan dat nou? Ik had die plattegrond van het bord afgetrokken. En toen dacht ik, het is wel leuk als ik een boodschap voor ze achterlaat. Een beetje sarren is toch wel leuk. We wisten waar de kluis zou zijn, op A10, op de kaart. Dus 4 is de belangrijkste kluis, die ligt gewoon fucking bij de ingang. Dan moeten we misschien wel een oorlogsplan maken, waarbij één voor de kluis gaat en de ander bomrost op die diamant. Wij wilden toch graag het wapen hebben, want hey, wapen is toch vet. Omdat je jezelf wil kunnen verdedigen. Alleen daarmee kan je gewoon in ieder geval één van die 3 uitschakelen natuurlijk. We dachten, als we per keer steeds een bewaker minder hebben, ja, dan wordt het misschien een stukje makkelijker om in dit hele grote pand, dit labyrint, toch uiteindelijk de buit mee naar buiten te krijgen. Tycho en Valerio willen proberen het wapen te bemachtigen. En Team Stuk legt de focus op de kluizen. Check. Check. Zullen we gewoon gaan? Let's do it. Dit is echt inbreken à la kik zonder kop. De boys hebben wederom niet door dat er een paar overvallers over het terrein lopen. Waar is het? Hier toch? Let's run, kom. Ik weet niet wat ik heb, maar ik neem het mee. Go, lopen. Lieverd, we hebben het wapen, we komen eraan. Maar hier om de hoek treft het team een bewaker. Oh! Ik heb contact, goed contact. Allemaal op het schiet. Kut, ze gaan er weg, Kut! Blijf staan! Shit! Die gewoon redt net de poort uit, jongens. Hij heeft het wapen. Ik weet niet wat ik heb, maar ik dacht ik neem het mee. Zal jij ze wegrennen? Ja, ik heb ze proberen te schieten. Wie waren het? Tycho. Tycho! Shit! Ja, dat was Tycho. Is er een kluis open? Is er een alarm af? Hebben we iets? Negatief. Ik wil dat jullie alle kluizen gaan checken, hè? Want voor hetzelfde geld is het alarm niet afgegaan. Dankzij de coördinaten op de plattegrond weten de overvallers waar ze het goud kunnen vinden. En met een wapen op zak durft het team de aanval op kluis A te openen. We hadden nog 20 minuutjes over, geloof ik. Toen zijn we voor de laatste attack gegaan. Kluis B is check. Kluis A is check. Iedereen komt in de kamer, A en B. We hadden alle informatie, dus we dachten, oké, dan moeten we gewoon in die laatste 20 minuten apotheose gaan maken. Ze komen nog een keer terug. We moeten nu gewoon recht door zee op de buit af met z'n tweeën. Er kan één afleiden, één kan schieten. Ja, ik hoop dat we met de blokken goud naar huis gaan. Jij en ik lopen nu elke keer van B naar A. Van B naar A. Ze zitten met z'n drieën toch. Caro geeft een seintje wanneer zij met de rug naar de diamant zitten. Ja, nu dan. Jongens, hier! Wat? Ze zijn erboven! Staan blijven! Ze zijn erboven! Ga die kant! Staan blijven, nu! Eentje is naar boven. Team Stuk mag het terrein niet verlaten. Dus buiten de muren staat Valerio veilig. Tycho zit daarentegen in de val. Ze zijn uit elkaar. Tycho, ik sta buiten en ik heb de sleutels. Dus je kan niks naar binnen. Zorg dat je weer naar buiten komt. Kom nu naar kluis A. En volgens mij is dat de kluis waar Tycho ook heen is. Maar wat zit er in mijn mouw? Zij kan niks. We weten dat hier iemand is. Je kan geen kant op, je zit in de val. Ik pak de andere ingang om af te leiden. Even afleiden met die camera. Jongens, bij de schuifdeur. Daar loopt iemand te dansen. Dus jongens, ze staan ons uit daar. Nee, blijf staan. Tycho zit daar boven. Tycho, ik probeer ze volop af te leiden. Diamant. Tycho heeft vrij zicht op de diamant en besluit het erop te wagen. Oh jongens, hij redt hier, pak diamant! Staan blijven!
Staan blijven! Staan blijven! Ja, staan blijven! Ja. Staan blijven! Staan blijven! Hand op je rug liggen. Ik heb hem, jongens, ik heb hem. Fuck! Shit, sorry. Valerio weet goed dat Team Stuk binnen de muren van het terrein moet blijven. En probeert daar misbruik van te maken. Kijk, daar loopt hij, daar loopt hij. Hey! Fuck you, blijf staan! Ik struikel, kom aan, ik ben gevallen. Blijf staan, blijf staan. Het schiet! Oh nee, help, het gebeurt er. Jongens, ik word in de zij genomen. Ja? Fuckers, rot op, man. Wat is er nou, man? Moet je je shit beter beveiligen, grappie? Tycho wordt door Stefan naar de stoelen gebracht, waar de gevangenen moeten plaatsnemen. Zo, hier, hij staat hier. Waar staat hij? Hier. Blijf jij hier al even, ga ik met Tycho checken. Ga jij naar de controlekamer? Ja, ik ga naar de controlekamer. Zolang jullie niet naar buiten komen, maak ik me geen zorgen. Oké, jij kan nergens heen. Ik ben benieuwd of iemand jou kon bevrijden zo. We gaan het zien. Zo, ga dan niet weg, want er staat nog iemand. Fuck you, man. Wat is er aan de hand, Tycho? Net beveiliging. Rot toch op, man. Ik wil dat helemaal niet. Waar is die diamant? Die heb je nog? Kruid. Nee. Hij heeft die diamant toch? Nee, ik ben... Nee? Hallo, dit is allemaal in het gras. Ik mocht mijn wapen niet terug, mijn zaklamp niet terug, niks. Precies. Het is hier niet gelukt, hè? Nou, volgens mij had ik een wapen, ja? Een platte grond. Ja. Weet je wat het mooie draait? Het draait om de kluis. Ja, die waren we net van plan te gaan doen. Er is nog eentje, maar ik weet niet wie die andere is. Ja, ik weet niet wie het is, maar ik weet wel dat ze er zijn. Terwijl Valerio richting de kluis sluipt, besluit Caroline hem een handje te helpen. En toen dacht ik, nou moet ik de boel gaan afleiden. En dan kijken of Valerio dan zijn gang kan gaan. Dus ben ik gewoon lekker naar binnen gewandeld. Blijf staan! Schiet! Hand omhoog! Jongens, ik heb calorie intensie hier. Man. Ook Caroline is gearresteerd en wordt door Thomas naar de koepel gebracht. Maar Valerio is ondertussen bijna bij zijn doel. Ik kwam bij die kluis aan, ik deed de sleutel erin. Ik draai aan die sleutel en die deur gaat niet open. En dit zijn echt die momenten dat je gewoon niet meer fatsoenlijk na kan denken. Toen stond ik oog in oog met al die blokken goud. Oh my god. Dit krijg ik nooit mee. Het was zo'n stapel. Ik pak één blok, ik wil hem in die tas doen. En toen voelde ik pas hoe zwaar die blokken waren. En ik dacht, joh, als ik minimaal 20 blokken mee moet nemen, dat gaat nooit lukken. En toen keek ik naar beneden en toen zag ik, oh shit joh, die onderkant van die tas die kan je open en dicht ritsen. En die heeft gewoon al die tijd wagenwijd open gestaan. Let's go. Shit, alle goudstaven liggen hier. Dit is ongelooflijk. Ongelooflijk, hoe kan dit nou? Ik blijf hier nu staan. Ik kom nu richting een koepel over. Giel,
Ja, ze staan hier. Waar staan ze? Zit! Ja, ze zitten hier, man. Dus dit goud is al buiten boord. Ik mag hier niet meer komen. De buit is buiten. Snap je hem? Caroline, godsamme zeg. Maar waar is Tycho nu? Dat weet ik, Tycho is waarschijnlijk weer ontsnapt, of niet? Hoe kan Tycho nou ontsnapt zijn? Omdat het Tycho is, ja. God. Wat is dit nou, jongens? Ik vang mensen en dan gaan ze weer weg. Daar is hij! Het houdt niet. Tycho! Sta blijven open schieten, Tycho! Tycho! Pas op! Hij is de diamant! Hij is de diamant! Laat hem niet ontsnappen! Ja, hij is de diamant! Laat hem niet weglopen! Hij is hier deze kant op gegaan! Hij heeft de diamant en dan is het spel voorbij. Tycho! Tycho! Ik wil dat je naar buiten komt met je handen omhoog. Ik wil dat jij de kamer komt. Nu. Ga je de deur open met je handen omhoog misschien. Tycho, ik kan de toiletdeur nu openmaken. Goed zo. Ga maar mee. Jammer, hè? Kom maar hier. De tijd is voorbij. Zowel Tycho als Caroline zijn gearresteerd. Is het de overvallers gelukt om meer dan de helft van de 70 goudstaven buiten de muren te krijgen? Ah, ik kan niet meer. 1, 2, 3. En waar is de diamant ter waarde van 15 goudstaven gebleven? 7, 8. Ik heb een diamant in mijn onderbroek. Had je het gezien? 14, 15, 16. We hebben uiteindelijk niet gewonnen. 16 goudstaven, helaas niet genoeg. Het is genoeg, jongens. Dat is fijn. Yes. Maar we hebben wel tot de laatste minuut gestreden en toch nog die kluis opengekregen. Ja, ze hadden diamant gestolen. Dus. Ja, maar die had hij toch in zijn onderbroek zitten. Hè? Altijd doorvoelen, hè? Ik heb het gecheckt. Ik zal hem voor jullie terugleggen. Ik vond Tycho fantastisch. Die zat er helemaal in. Gestreden tot de laatste cent. Alsjeblieft, de volgende die hier komt, meenemen. Meenemen en pak ze. Ik denk dat we het echt niet beter hadden kunnen doen dan dit. Dit ziet er goed uit. Er ligt nog genoeg goud in de kluis. Dus wij hebben gewoon lekker deze aflevering keihard gewonnen. Zeker, dat betekent dat we 10.000 euro mogen weggeven aan een goed doel. Wij hebben gekozen deze keer voor Greenpeace. Zij zetten zich natuurlijk wereldwijd in voor een groene en schone planeet. En onze bijdrage die helpt hun met voorlichting geven en voor hun acties. Dus dat is helemaal top. Deze gaat er weer in. Ja. En volgende week gaan we het gewoon weer doen, jongens. De kluis. Ja, gooi hem dicht. Doe maar dicht. Oh. En dan zien we jullie gewoon weer volgende week. Doei. Jongens, hij gaat niet dicht. Oh ja. Ja. Hoppakee. Team Stuk heeft gewonnen. Gefeliciteerd, jongens. Maar de volgende is van mij. Het is Tycho, Caroline en Valerio niet gelukt om binnen de tijd meer dan de helft van het goud veilig te stellen. Met 16 goudstaven komt dit team natuurlijk wel binnen op de eerste plaats van onze ranglijst. Lukte de volgende overvallers wel om Team Stuk te slim af te zijn? Heb jij goed opgelet? Ga dan snel naar dekluis.tv. Kraak de kluis en maak kans op vette prijzen. Waaronder die hoofdprijs van 10.000 euro. De kluis werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.